Ik ben op weg naar Volendam, want Robin Ruiter van FC Utrecht, die komt daar vandaan. Hier, het is kerstmis op de dijk. Ja, en hier heb ik afgesproken met Robin Ruiter, dus die moet hier zijn. En, kijk. Goeiedag, Harry. Hij is er ook. Ja, ik stond op je te wachten. Ja, precies. Nou, wat, jij bent hier geboren en getogen. Jij wilde volgens mij echt typisch Volendamse dingen doen. Dus ja, weet ik veel. Maar meestal, hier kijken ze altijd Chinezen hier, daar komen ze aan. Japannetjes. Japannetjes? Ja. Niet houden, zeggen ze dan. We weten niet of het Chinezen zijn of Japan. Wat is dit, denk jij? Koreanen, weet ik wat wel. Denk jij? We gaan het vragen. Ik denk Japan. Hallo. Hallo. Where are you from? Indonesië. Oh, nou, dat heb je lekker gedaan dan. Hey, no prize. Thank you. het lijkt er allemaal op. Het lijkt allemaal op elkaar. Wat is dat nou toch? Hoeveel keer heb jij tegen Ajax gespeeld met FC Utrecht? Thuis? Nou ja. Thuis heb ik 4 keer gespeeld, waarvan eentje voor de beker. Ja. En dat is de enige wedstrijd die we verloren hebben eigenlijk, die voor de beker. En thuis hebben we voor de rest alles gelijk gespeeld in de wedstrijd dat ik heb gespeeld. Komt een autootje langs. Hoppakee. Ja, koud hè? Koud hè? Ja, het is wat hè. Ja, dat krijg je dan. Maar wat betekent het nou eigenlijk voor Utrecht zelf, die wedstrijd tegen Ajax? Ik denk dat het een hele beladen wedstrijd is. De supporters zijn niet de grootste fan van Ajax en ze spreken ook eigenlijk bijna nooit de naam uit. Het is altijd die club van verderop of 020. En ja, dit is een van de mooiste wedstrijden denk ik voor de sport van Utrecht. En ik denk een jaar 4-5 geleden hadden ze die fantastische wedstrijd met 6-4. En sindsdien hebben we eigenlijk ook niet meer thuis verloren. Ja, alleen voor de beker hebben we daar een keer verloren. Als jij met Ronaldo op de foto bent geweest, dan moeten wij ook op de foto samen, denk ik, of niet? Als jij dat wil. Ik bedoel, ik ben er wel een beetje klaar mee met dat kostuum, maar oké. Okay. Nee, maar goed, je ziet hem wel. Ik bedoel, je ziet Jan Smit en daarnaast staat Ronaldo. Daar staat ik Ronaldo en daaronder zit ook nog even stiekem Ronald Koeman. Nou, oké. Okay. Gaan we even op de foto? Ah ja, hij is met Ronaldo op de foto geweest, dus wij moesten ook samen voor de foto, denk ik. In mannenpak of in vrouwenpak? Harry in een vrouwenpak en ik in een mannenpak. Nou, dat staat al goed, dat slappertje. Ja. Kijk. Nou, yeah. Vind je het wel of niet? Ja. Nou, Robin. Hey, staat het slecht of staat het slecht? Ziet er niet uit. Zo, dat is een Volendammer, hè? Kijk, ook een leuk slappertje. Kijk, ook een slappertje. De dame ook? Ja. Zo. Ja, het wordt steeds mooier, man. Ik weet niet, wat krijg ik nou om? En wat komt er nu bij dan? Dubbel D. Ja. Het zijn geen voetballen, maar... Ze zijn iets kleiner, maar... Wat ben ik aan begonnen, zeg. Wat een verkleedpartij. Het is, je moet eerlijk zeggen. Is het carnaval, ophouden jij eruit. Wow. Ja, toet toet. Jongen. Handje vol. Kijk, dit vind ik stijl. Kijk, dat vind ik wat. Kijk. Nou zijn we bezig, hoor. Ben je er klaar voor? 1, 2, 3, whisky! Boom, zei hij. Nou, we zijn klaar. Ja. Zeg het maar. Wat gaat het worden? Utrecht, Ajax. 2-0. Oh. En klaar? Als keeper wil je altijd de 0. En 3 punten, dus 2-0.